Ik zie om me heen dat het een trend is om te vapen en te dampen. Maar waarom doen jongeren dit eigenlijk? En wat zijn de mogelijke effecten ervan? Ik ben benieuwd, dus ik ga op zoek naar antwoorden. Let's go! Max, jij vaped. Ik vape, inderdaad. En hoe lang doe je dat al? Een jaartje, anderhalf jaar denk ik. Ik begon als alternatief voor roken. Daar wou ik graag vanaf. En dat is ook wel redelijk gelukt. Ja, dus je rookt niet meer? Ja, af en toe wel. Ja, af en toe soms. Dit is gewoon een Rolex, maar dan als vapeapparaat. Als ik het dan ga doen, dan moet hij er ook wel goed uitzien. Ja. Sommige mensen denken, ik ben goed bezig, ik ga vapen, want dan ga ik tenminste niet roken. Ja. Maar dat is een misvatting. Want we weten dat als je begint met e-sigaretgebruik, dat de kans dat je overstapt op roken juist veel groter wordt. Tweede is dat je natuurlijk gewend raakt aan de handeling. Je stopt iets in je mond, er komen dampen of rook vrij. En het is lastig om dat af te leren. Dus dat is, naast die nicotineverslaving heb je ook de gewoonteverslaving. Ah, oké. Zie je dit als een verslaving voor jezelf? Kan je je voorstellen dat het verslavend is? Ja, ik denk het wel. Ja? Het is er toch nicotine in en zo. En ik bedoel, je zou net als bij roken gewoon op dezelfde manier wel hoekt aan kunnen raken, denk ik. Ja, daar hebben hele slimme marketeers over nagedacht. Want dit soort bedrijven die bedenken dat niet zomaar. Die zijn erop uit om mensen verslaafd te maken. Want dan kunnen ze meer verkopen. Je ziet dan ook dat er heel slim wordt ingespeeld op wat jonge mensen interessant vinden en waardoor ze eigenlijk steeds terug blijven komen bij het product. Joey, even serieus. Wat is nu op dit moment echt boom in? Welke smaak zeggen mensen, ja, dat wil ik hebben. Cheesecake, passion fruit, ik weet niet wat je allemaal hebt. Red slush puppy, fluffy lemon, wat gebeurt hier? Wat is nu echt booming? Het gaat allemaal ongeveer een beetje gelijk op. Sommigen doen het inderdaad echt voor de smaakbeleving. Sommigen doen het juist voor een alternatief op de waterpijp. Ja, daarin hebben ze inderdaad veel keus. Ja, en dit is natuurlijk wel het zorgelijke aspect ervan. Want zoals ik het heb begrepen, was de e-sigaret ooit bedoeld om mensen eigenlijk van het roken af te krijgen. Mm-hmm. Dus dan krijg je al snel de klassieke smaken zoals tabak of geen enkele smaak. Ja. Maar nu al deze nieuwe smaken, ja, die zijn bedoeld om mensen te laten beginnen met roken. Ja. En dat is toch wel gevaarlijk, omdat dan de stap naar roken met nicotine heel makkelijk wordt gemaakt. De meeste mensen die beginnen met roken, die doen dat voordat ze 18 zijn. Ja. En dat is een periode in je leven waarin je eigenlijk extra gevoelig bent om iets nieuws uit te proberen. En daardoor ook de kans hebt om verslaafd te raken. Tot 24, 25 jaar groeien de hersenen van jonge mensen door. In die periode ontstaan er allerlei verbindingen tussen verschillende hersencellen. Maar nicotine verstoort dat. Dus dat zorgt ervoor dat de netwerken die in de hersenen moeten ontstaan, niet goed worden aangelegd. En dat wil je niet, zeker niet als je een jong mens bent en je moet je nog verder ontwikkelen, je moet nog goed kunnen leren. En dat wordt verstoord door die nicotine. Dus daar maken we ons echt zorgen over. Is dat iets wat je zelf al wist? Of? Nee, dat wist ik niet, nee. Dat is, dat is wel heftig, man. Ja. Gaat morgen of overmorgen niet dood aan het vapen. Maar wat we wel weten is dat in die vloer, in die damp, kankerverwekkende stoffen zitten. Stoffen die slecht zijn voor je hart en vaten. Stoffen die slecht zijn voor je longen. En niet onbelangrijk, er zit in de meeste gevallen ook nicotine in. Ja, nou ja, dat is toch best wel schrikken. Ik heb wel gewoon een beetje onderzoek gedaan toen ik begon met vapen. Maar toch, je weet zelf ook niet als je het inhaleert wat er precies in het apparaatje gebeurt. In de invloeistof worden ze verhit tot 300, 400 graden, dan vinden er allemaal chemische processen plaats. Er komen nog wat kleine metaaldeeltjes bij uit het apparaatje zelf. Er komt nog wat vervuiling bij die toevallig ook in de vloeistof terecht is gekomen. En dat adem je dan in tot diep in je longen. En wat er dan gebeurt, nou dat kunnen we pas over 20, 30, 40 jaar met zekerheid goed zeggen. Doe je het om af te bouwen of denk je van nou ja, ik ga dit gewoon wel gewoon voor altijd blijven doen? Eigenlijk zou ik het gewoon in totaal niet moeten doen natuurlijk. Maar waarom niet? Nou, het kan niet goed voor je zijn, denk ik. Hey, we zijn hier nu binnen en in principe zou je dit hier gewoon nu kunnen doen, hè? Ja, jij houdt rekening, maar vanaf 1 juli mag het dus niet meer. Weet je ook waarom niet?
Ik denk ook vooral met een, als je een wat groter apparaat hebt en iemand zit binnen te vapen, dat het gewoon wel blauw gaat staan. Ik denk niet dat het zo heel fijn is voor de mensen die hier in het restaurant zouden zitten. Nou Edsel, luister, we zijn met z'n allen op weg naar een rookvrije generatie. De hele maatschappij draagt daaraan mee. En dat is omdat we weten dat het ontzettend moeilijk is om te stoppen met roken. En daarom willen we het makkelijk maken om niet te beginnen ermee. Ja. En dat betekent voor jongeren niet roken en niet dampen. Toen ik begon aan dit onderzoek dacht ik dat dampen en vapen heel onschuldig waren. Ik heb gehoord dat een e-sigaret meestal wordt gebruikt om te stoppen met roken. Want ja, een nicotineverslaving afbouwen, dat doe je niet zomaar. Maar toch lijkt de industrie ook heel handig op jongeren in te spelen door het aan te bieden als een soort gadget. Met al die kleuren en die smaken. Let wel, er zijn heel veel bekende gezondheidsrisico's. En de stap naar het roken van een tabakssigaret wordt gewoon kleiner. Ik snap dan ook dat je per 1 juli 2020 niet meer in openbare ruimtes, je werk of horeca mag dampen of vapen. Wat misschien nog veel enger is, is dat er onbekende risico's aan kleven. Dus weet wat je doet.